Ja, denk ik een hele lekkere avond. Ja. Big, we are happy that we win. It was a great game for my team. And yeah, we have to continue like this. Laatste week gewoon hard werken met elkaar en plezier hebben op training, hard werken op trainen. En ja, als je ziet dan hoeveel kwaliteit in de groep zit, dat betaalde zich vandaag uit. I think hard work pays off. So the team works really, really hard under the week, and you see it on like today and all in the last three games that we go straight to the goal. We want to score goals, we want to win the games, and yeah, that is the secret. Ik denk een heel goed gevoel. We hebben gewoon ook wedstrijden gehad dat we goed speelden en dat we gewoon met 0 punten stonden of met 1 punt. En ja, nu betaalt het zich uit in goals en dan weet je dat je deze wedstrijd gaat winnen. The difference was we play our game. We play it constantly 90 minutes. We scored the 1-0 a little bit lucky, but after we scored the 2-3-4-5-6-7-0 and in the end it was the serve that we win. I changed a little bit my game. Of course, my talk also with Frankie and Vinnie a lot. They say to me that I have to play simple, to play. Yeah, we want to touch us, to play faster, and I changed it. And of course, I tried the whole week the training. Of course, I play always good. Today I'm also happy that I make assist for Vlapi, and I hope I can make assist again next week. Ik denk, de derde en de eerste zijn eigenlijk identiek. Ik vind het moeilijk. Ik denk de derde, ik denk dat hij goed afgewerkt is. Maar de eerste, oké. Okay. Het zijn identieke goals eigenlijk, ja. About next week, I don't think today, because we win now. But yeah, of course, next week it's an important game for us. And yeah, we have to have a little bit luck if Genk and Mechelen play, I hope a draw. And we win, then we are in the playoffs. But we have to see. First, we have to recover good and to prepare ourselves for next week, and then we will see. Ik hoorde ze in één keer schreeuwen, maar ik wist niet wat het was. Maar uiteindelijk hoorde ik na de wedstrijd gelijk hebben gespeeld en toen ben ik wel heel blij geweest. We zien het wel. Maar volgende week staat er weer een wedstrijd en we moeten weer dit voetbal laten zien. We have to look on our game. We have to win our game, and after the game we will see what happened. And I hope it will happen good for us. Absoluut. Geloof is er altijd geweest.